Joke zich als een vis in het water. Niet letterlijk, maar toch. In haar visie is de mens leidend. Met oog voor de patiënt, medewerker en student. Van een over het algemeen als behoudend getypeerde sector, heeft Joke binnen de academische wereld de thema's duurzaamheid en diversiteit en inclusie stevig op de agenda gezet. Als belangrijke voorwaarden voor duurzame groei en kwaliteit. Zij zet zich in voor innovatie en stimuleert eigen initiatief. Joke verstaat de kunst om te beschouwen en ziet wat nodig is. Zij weet wat er speelt door medewerkers in alle lagen van de organisatie te spreken en te bevragen op positief kritische wijze. Joke heeft de menselijke maat een podium gegeven. Door hard te werken aan een cultuur waarin kwetsbaarheid wordt gezien als een kracht. En waar ieder talent telt. Medewerkers worden geïnspireerd om te shinen en weten hierdoor ook uitzonderlijke prestaties te leveren. En haar mensen weten maar al te goed, ze prikkelt en omarmt eigen initiatief. Ze creëert ruimte en verwacht dan ook resultaat. Ja, zeker. Joke heeft lef, durft alles bespreekbaar te maken en schuwt geen discussie met gevestigde orde als dat nodig is. Haar maatschappelijke betrokkenheid is heel groot. Ze heeft oog voor de maatschappelijke uitdagingen in de regio Rotterdam, is lid van de Raad van Toezicht van De Doelen, lid van Safety Panel Delta Links en lid van de Adviesraad Zorg en Onderwijs van VNO en CW Rotterdam. Medewerkers typeren Joke als benaderbaar, kwaliteitsgericht, betrokken, inspirerend en een boegbeeld. Haar nominatie ziet zij zelf vooral als een opsteker voor al het harde werk door al die mensen in de organisatie. Zij noemt het ook een eer